Final Fantasy is een gamereeks die onderhand geen introductie meer nodig heeft. Denk je aan Japanse RPG's, dan kun je onmogelijk niet aan Final Fantasy denken. Zo niet, dan helpt Square Enix je graag herinneren met de heruitgave van één van de grafisch mooiste games op de PlayStation 2, Final Fantasy 12. Goed excuus om een top 5 beste Final Fantasy remakes / remasters te doen, toch? Op nummer 5 vinden wij de uitgaven van Final Fantasy 7, 8 en 9 op Steam wel op zijn plek. Het zijn 3 games, maar voor deze entry in de lijst hebben we eigenlijk geen specifieke voorkeur. Alle 3 de games komen uit het tijdperk van de allereerste PlayStation en vormen een goed trio. Voor de meeste fans van de oude garde in Europa zijn deze 3 games hoogstwaarschijnlijk het prille begin geweest. Mystic Quest uit 1993 daar gelaten, want die was niet helemaal up to standards. De 3 games staan op Steam voor een zacht prijsje en zijn grafisch opgepoetst om nog maar te zwijgen over de mod support, mocht je daar interesse in hebben. Daarnaast kun je ook losgaan op het halen van achievements of gewoon genieten van die kleine extra's zoals Character Booster, waarmee je de reis net iets makkelijker maakt en geen zorgen hoeft te maken over eindeloos grinden. Elk van deze games is een klassieker op zichzelf en het debat over welke game de beste is zal helaas nooit stoppen. Maar hey, Gamersnet is daar een perfect platform voor om je mening over te spuwen, dus laat maar horen in de comments welke game jouw voorkeur heeft. Op nummer 4 vinden wij een onderdeel van het 20-jarige bestaan van Final Fantasy, namelijk Final Fantasy 4 op de Nintendo DS. Dit deel heeft een wat minder klassieke waarde voor Europa als de vorige games op de lijst, maar is een goed voorbeeld voor hoe je een remake goed doet. In plaats van een spel simpelweg in zijn pixelachtige glorie op de Nintendo DS uit te brengen, zoals Square Enix eerder deed op de Game Boy Advance, werd er besloten om het spel opnieuw te maken in 3D. Door het spel volledig opnieuw in elkaar te zetten was er meer ruimte voor extra content zoals minigames, maar ook een modern script. En het eindproduct is een spel dat niet alleen mooi oogt, maar ook fijner speelt. En ja, de Spoonie Bard zin heeft de remake overleefd door zijn cultstatus. Ah, vintage memes. Op nummer 3 vinden we de HD remaster van Final Fantasy X en X-2. Deze 2 spellen zitten in de meeste gevallen in een bundel voor de PlayStation 3, 4, Vita en PC. Final Fantasy X was de allereerste Final Fantasy game op de PlayStation 2 en de eerste in de reeks die gebruik maakte van stemacteurs om personages in te spreken. Het resultaat daarvan is bekend, maar dat neemt niet weg dat het spel zelf een gigantisch succes was. Dan Final Fantasy X-2. Het spel was niet voor iedereen, maar misschien wel de definitie van guilty pleasure. De 2 games krijgen in de HD-bundel nieuwe graphics, muziek en hebben alle content die de internationale versie in Japan ook had. Daarnaast bevat de bundel een extra stuk verhaal die het gat tussen 10 en 10-2 overbrugt en een top-down spelmodus genaamd Last Mission, waarin je met personages uit Final Fantasy X-2 een grot uitpluist en een eindbaas verslaat. Tot slot is het op de PlayStation 4 editie van de heruitgave mogelijk om te wisselen tussen de remastered en oude muziek. Ja, dan alweer nummer 2. Nummer 2 gaat namelijk naar Final Fantasy 6 op de Game Boy Advance. Final Fantasy 6 is een spel dat ontzettend vaak opnieuw verschenen is. Het spel is te vinden op de Super Nintendo, PlayStation 1, Game Boy Advance, Android, iOS en PC. En puntje bij paaltje is de versie op de Game Boy Advance het beste. Toegegeven, de muziek is misschien van mindere kwaliteit dan de PlayStation 1 of zelfs de SNES. Maar dat maakt Final Fantasy 6 op de Game Boy Advance juist goed door het schrappen van de laadtijden die de PlayStation 1 versie wel heeft en de beschikbaarheid die de SNES versie niet kan bieden. Ook de remake van Final Fantasy 6 die op Steam te vinden is, doet het spel in alle eerlijkheid geen eer aan. Game Boy Advance is the way to go. De nummer 1, numero uno, op deze lijst gaat naar Final Fantasy Tactics The War of the Lions voor de PlayStation Portable. Hoewel het een spin-off is van de normale Final Fantasy games, worden de Tactics games hoog in het vaandel gehouden door fans. De doorsnee gameplay is ingeruild door die van een tactische role-playing game zoals Fire Emblem of Disgaea. Final Fantasy Tactics The War of the Lions is een remake van het eerste spel in de reeks dat simpelweg Final Fantasy Tactics heet. Het oorspronkelijke spel dat voor PlayStation 1 uitkwam werd in Europa helaas achterwege gelaten,
Maar in de remake zit veel meer content, waaronder nieuwe story missions, voorwerpen, klassen, personages, filmpjes en zelfs multiplayer. Een hoop nieuws dus. Final Fantasy Tactics War of the Lions is ook beschikbaar voor iOS en Android, maar helaas zonder de multiplayer functionaliteit. Een leuke toevalligheid is dat Final Fantasy Tactics The War of the Lions zich afspeelt in de wereld van Ivalice, dat toevallig dezelfde wereld is als die van Final Fantasy XII. En zo komen we weer full circle. Final Fantasy XII The Zodiac Age is as we speak al uit op PlayStation 4. Het is misschien niet de meest populaire game uit de serie, maar zeker eentje om in het oog te houden. Wist jij bijvoorbeeld dat de game destijds de inspiratiebron was voor het gevechtssysteem in Dragon Age? Maar goed, ben jij benieuwd wat precies het verschil is tussen de nieuwe versie en de oude versie van de PlayStation 2? Houd Gamersnet dan goed in de gaten, want binnenkort komen we daarop terug. Dit was Ricardo voor Gamersnet. Peace!